In Nederland renoveren we steeds meer woningen naar all electric, de zogenaamde nul op de meter woningen. Dit zorgt niet alleen voor grote veranderingen boven de grond, het heeft ook verstrekkende gevolgen voor het netwerk onder de grond. Zo worden gasaansluitingen bijvoorbeeld niet langer gebruikt, terwijl het elektriciteitsnetwerk juist overuren draait. Nou, deze veranderingen vragen natuurlijk om een gerichte aanpak en ik ga kijken hoe BAM daarmee omgaat. Ja, Dennis, er staan hier nu een krappe 40 volledig gerenoveerde non-woningen. Wat heeft dat betekend voor het energieverbruik in deze wijk? Nou, deze woningen zijn allemaal volledig van het gas afgehaald en hebben voldoende zonnepanelen om in hun eigen energievraag te voorzien. Oké, is dat dan genoeg voor de hele wijk? Dat is voldoende voor de hele wijk, maar op een dag zoals vandaag creëren we wel pieken in het netwerk. Mm-hmm. En in de winter hebben we juist dat extra energie nodig. En dat is eigenlijk een probleem? Ja, daar is het huidige energienet eigenlijk niet voor ontworpen. Maar okay. Daar hebben we in Europees verband daar een oplossing voor bedacht. Kom, okay. Ik laat het je even zien. Ja, dat is goed. Kijk, deze woningen zijn allemaal net af en keurig aangesloten. Ja, netjes. Nou, op het moment dat we een piek hebben, zoals nu, we wekken nu 6 kilowatt aan elektrische energie op, dan slaan we het tijdelijk op hier in de energiemodule. En dat doen we in warm water. Maar wanneer de zon niet schijnt, hoe doe je dat dan? Ja, als de zon niet schijnt, dan hebben we eigenlijk te weinig energie. En dan gaan we met de behulp van de software in dit kastje kijken welke woningen de energie hebben opgeslagen. En welke woningen er misschien net iets minder energie kunnen gebruiken. En is het probleem daarmee opgelost dan? Ja, het is een deel van de oplossing. Daarom werken we binnen Renovates niet alleen samen met de woningen, maar ook met een wijkbatterij. En dat is nog nooit eerder gedaan. Ja, dit is zo'n wijkbatterij. In deze batterij slaan we alle energie die overblijft uit de wijk op. Ja. Zodat we de energie binnen de wijk kunnen blijven benutten. Oké, maar dan heb je dus genoeg energie voor alle woningen in deze wijk? Ja, nu wel. Maar eerlijk is eerlijk, het is geen oplossing voor het hele seizoen. Maar de fase van experimenten ligt wel achter ons. Met 1 wijkbatterij, 3 gebieden met 240 slimme woningen zijn we dicht bij de oplossing. Jullie worden nog eens energieleverancier. Ja, energieleverancier, dat is niet onze ambitie. Wij willen vooral zoveel mogelijk energie gaan besparen. Ja. En vooral zorgen dat we onderdeel zijn van de oplossing. Ja. En niet zozeer van het probleem. Oké, nou jullie zijn hard op weg volgens mij. Jazeker. Ja. Mooi systeem, man.